geholpen met het starten van de Two by Falls aan de tocht. Dat vind ik heel erg leuk. Kan je misschien aangeven waarom je ons hebt willen helpen hiermee? Nou, uiteraard vind ik het heel belangrijk dat er heel veel aandacht komt voor de ziekte van Alzheimer. Helaas heb ik zelf van dichtbij mee moeten maken wat voor impact deze ingrijpende ziekte heeft. Mijn moeder ging dementeren en ja, het is gewoon verschrikkelijk om mee te maken wat dat met haar heeft gedaan. En uiteraard ook voor de omgeving, verschrikkelijk om te zien ja, wat er allemaal gebeurt met je. Moet je er altijd net zo'n sportieve prestatie in zitten? Ja, fantastisch überhaupt dat ze meedoen. Ik heb begrepen dat sommige teams amper getraind hebben. Hooguit misschien een kwartiertje op de fiets gezeten en dan ja, toch heel stoer die 400 kilometer durven aan te gaan. Dat vind ik dan heel knap. Maar gelukkig zijn er ook wel een paar teams die zich wel goed voorbereid hebben. En dan nog is 400 kilometer niet zomaar iets. Sowieso moeten ze 's nachts rijden, dus je slaat gewoon als het ware een nachtje over. Ja, probeer dan maar eens fris onder de pet te blijven. Dus ja, ik heb heel veel respect voor ze. Okay. Heb je nog een tip voor ze? Hoe ze het beste vol kunnen houden, deze tocht? Ja, dat is misschien een beetje achteraf. Uiteraard is het wel slim om je wel goed voor te bereiden en een beetje te gaan trainen. Daarnaast denk ik dat het ook gewoon een kwestie is van een goede mindset hebben. Ja, als je denkt dat je moe bent, dan ben je ook moe. Dus vooral niet denken dat je moe bent. En ja, ook weten waarvoor je het doet. Het is een goed doel. En dan mag je ook af en toe even op je tanden bijten, toch? Dus ik hoop uiteraard dat er volgend jaar, als er weer een Toolbike voor Alzheimer toch wordt georganiseerd, dit keer in Amersfoort. En rondom Amersfoort heb ik me laten vertellen. Ja, dan hoop ik uiteraard dat er nog veel meer teams mee gaan doen. Dus bij deze mensen, geef je op. Alle informatie staat binnenkort op de website. En echt, het is superleuk om te doen. En heel belangrijk.